Een biertje brouwen geïnspireerd op de Zuiderzee. Kan dat en willen jullie daaraan meedoen? Met die vraag gingen de mensen van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen langs bij bierbrouwers in het gebied van de voormalige Zuiderzee. Brouwerij Stijl uit Almere zei meteen ja en heeft inmiddels de Zuiderzee Saison in de collectie. Anneke Gerards is van Brouwerij Stijl en Femke van Drongelen van het Zuiderzeemuseum. Goedemiddag allebei. Dank je. Ja, Anneke, laten we even met jou beginnen. Jij bent van Brouwerij Stijl. Het heet dus Zuiderzee Saison. Spreek ik het goed uit eigenlijk? Ja, perfect. Ja, beschrijf het bier eens. Ik heb hier een flesje bij voor de zekerheid. Dan kunnen jullie het zien als je in het beeld meekijkt. Het is een bier wat gebaseerd is, geïnspireerd is natuurlijk op het verhaal van de Zuiderzee, de inpoldering. Wij komen uit Almere, dus voor ons het Flevoland wat ontstaat en de vruchtbare zeebodem. Waar we heel veel mooie gewassen op kunnen laten groeien. Dus daar hebben we wat mee gedaan. Dus we hebben paarse wortelen en gele bieten van boerderij Zonneheert gebruikt. En we hebben een saison gekozen, een biertype. Dat is ze noemen het ook wel een farmhouse ale, dus een beetje landbouwtype, een oogstbier. Dus dat vonden wij er ook al mooi bij passen. En dat is een beetje een kruidig, droog bier. Van nature gewoon een zomerbiertje. Of na het harde werk om gewoon te drinken als je van het land komt. En die paarse wortel geeft het een heel mooie roze kleur. Dus dat is ook wel heel bijzonder. En we gebruiken daarnaast ook restbrood van lokale bakkerijen. Om het circulair en duurzaam te maken. Dat doen we met meer bieren. Maar dat past ook wel in het verhaal van de Zuiderzee, waar duurzaamheid en ook het zuinig omgaan met voedsel ook wel heel belangrijk was. Dus dat is eigenlijk het bier wat het geworden is. Ja, echt een uniek biertje volgens mij, met wortelen en bieten en restbrood. Femke, even naar jou. Hoe is het idee eigenlijk ontstaan voor Zuiderzeebier? Nou, als Zuiderzeemuseum vertellen wij graag verhalen over de voormalige Zuiderzee en het huidige IJsselmeergebied. Dus wij wilden graag ook een bier waarmee we ook een verhaal konden vertellen. Dus vandaar dat wij de food curators hebben gevraagd. Dat is een ontwerpduo die veel met voedsel doet. En wij hebben hun gevraagd om een concept voor Zuiderzee bier te maken. En zij zeiden eigenlijk meteen, hoe kan je nou het verhaal van de Zuiderzee in één bier vatten? Dus daarom hebben zij een aantal inspiratiekisten gemaakt. En met die inspiratiekisten hebben zij een aantal brouwers in het gebied benaderd. Waaronder dus Anneke van Brouwerij Stijl. En een andere brouwerij, Brouwdok uit Harlingen. En zo zijn er twee Zuiderzeebieren geboren. Ja, jij weet vast wel wat over de geschiedenis dan in dat Zuiderzeegebied. Is bier dan iets wat mensen veel dronken ook? Nou ja, als je het hebt over de Zuiderzee, denk je in eerste instantie meer aan de visserij en de vissersdrankjes. Dus dat is bijvoorbeeld Brouwdok in Harlingen, die heeft zich daardoor laten inspireren. Dus hun bier is kruidig en daar zitten veel specerijen in. Dus dat is eigenlijk een hedendaags schippersdrankje, als je het zo zou moeten noemen. En Brouwerij Stijl heeft weer een heel ander element gepakt. Dus ja, of Zuiderzee, of bier heel typisch Zuiderzee is, zou ik het niet willen zeggen, maar op deze manier kunnen wij een verhaal vertellen met deze twee bieren. Ja, twee. Hoop je op meer uiteindelijk? Dat is uiteindelijk wel de bedoeling. We hopen nog meer regionale microbrewers te inspireren tot het brouwen van een uniek Zuiderzeebier. En deze twee bieren vormen de eerste in de lijn, dus hopelijk volgen er nog meer. Ja, even terug naar Anneke. Anneke van Brouwerij Stijl uit Almere. Ja, dat Zuiderzeesaison, dat bier dat bestaat uit paarse wortelen, gele bieten en dan restbrood. Heb je nog met andere dingen geëxperimenteerd uit de polder eigenlijk, totdat je tot dit biertje kwam? Nou, wij brouwen zelf graag met lokale producten. Dus we hebben ook andere bieren die echt lokaal gericht zijn met lokale ingrediënten. En in dit thema hebben we ons laten inspireren op verschillende vlakken door die kisten die wij kregen. Met ook ingrediënten van dingen waar we aan konden proeven, ruiken en dergelijke. We hebben uiteindelijk twee getest. Dus dit is de ene en de andere was een zout- en peperseizoen. Want het filteren van het zout en het zout en peper als zijnde een basis
toevoeging zeg maar, aan het voedsel. Dat vonden we ook een heel mooi thema. En die zijn uiteindelijk allebei geproefd ook. En door een heel panel ook de mensen van het Zuiderzeemuseum. En uiteindelijk is deze seizoen nog uitgekozen om nu gewoon echt in productie te hebben en te gaan verkopen. Ja, zet dit je nog aan tot meer inspiratie uit de polder? Dat je denkt, nou, dat nu is dit Zuiderzeebiertje, maar ja, kan misschien nog wel andere dingen bedenken die echt met de polder samenhangen. Want jullie hebben natuurlijk ook Alibier. Ja, Alibier begon het eigenlijk mee. Dus dat is echt het Almeerse bier waar ook versbrood in gebruikt wordt. We hebben sinds afgelopen jaar ook het Flevopil. Dus de echte pils, maar dan volledig van granen uit Flevoland. En restbrood ook. We zijn nu bezig met een Nieuwland Weizen, een Weizenbiertje. En dat doen we dan met Nationaal Park Nieuwland samen. Dus dat is een vergelijkbare samenwerking. En daarin kun je het Nationaal Park proeven. Dus daar zit vlierbloesem in en daar zit watermunt in. Wat ook echt voorkomt in het park. En ook weer restbrood voor het circulaire en daarnaast ook de lokale granen. Dus het is eigenlijk een lijn voor ons, een soort thema waarop we voortborduren en waar je echt alle kanten mee op kunt qua smaken en kleuren en soorten bier. Nou, mooi. Ik ben benieuwd wat de toekomst allemaal nog brengt qua bier. Femke, nog even naar jou. Het Zuiderzeemuseum is nu nog dicht. Wanneer hopen jullie weer open te kunnen? Wij hopen aanstaande vrijdag 21 mei weer open te kunnen met ons buitenmuseum. Goed, nou, volgens mij komt dat helemaal goed. Hè. We worden vandaag al positieve berichten daarover, dat al die versoepelingen wel doorgaan. Dat bier, hè, dat onder meer de Zuiderzee-saison van Brouwerij Stijl en ook het bier van de brouwerij uit Harlingen is allemaal te krijgen in de horeca, in de winkel van het museum en uiteraard bij Brouwerij Stijl zelf. Femke van Drongelen van het Zuiderzeemuseum en Anneke Gerards van Brouwerij Stijl in Almere. Hartelijk dank.